De scheiding van mijn ouders ervaar ik niet zozeer op dat moment als een verandering van mijn sociale leven. Wat ik wel heel moeilijk vond, is dat je ineens twee huizen hebt. Dan moest ik echt nadenken waar ik mijn spulletjes had. Ik denk dat ik daardoor op vrij jonge leeftijd heel zelfbewust ben geworden. En daardoor ook in mijn puberteit een wat ander soort ontwikkeling heb gehad. En misschien wel daardoor ook wat eenzamer. Thierry Baudet. Controversiële politicus en Tweede Kamerlid. Enorm zwart gemaakt in Nederland, in de media en zo. Maar ik ben bereid om dat te accepteren, want ik vind de waarheid belangrijker. Ik vraag me af of je daar misschien twijfels over hebt gehad nadat je een kind hebt gekregen. Want de dreiging ging eerst alleen naar jou, maar nu verandert dat misschien een beetje. Jongens, we moeten naar huis. Ik wil dit echt niet hebben. Hou op met deze onzin. Ik ga nu weg. Voorzitter, kan het een keer stoppen, deze gekke. Hetzelfde met al die andere dingen. Als je zegt, ja, hoe is het dan eigenlijk gegaan met die maanlanding? Hoe zit dat dan met...